Yo, guys, Winnie here. Tegen met een nieuwe aflevering. Een Super Meat Boy. En we gaan vandaag Lamies verslaan. Hoe ga ik precies doen? Ik snap niet wat ik precies moet doen eigenlijk. Oh, dat dus. Dus eigenlijk moet hij dus daar tegen die in komen. Dat is dus de goal. Oké. Okay. Nee, dat gaat het dus niet worden. Even concentratie. Minus one. Zo, hier gaat allemaal troep bij mee. Dat was not expecting. Spring zelf erin. Wop. Dat was part unos. And we going back to part uno. Are you seriously? Ja, hij springt gewoon meteen, maar ze moeten eigenlijk gewoon meteen gaan springen eigenlijk. Ja, hij is gewoon meteen hongerig en eigenwijs. Nog één. Wat probeert hij nou eigenlijk? Dat was gewoon echt een vette pech. Hop. Het wat uno. Oké, die hitdetectie is ook echt wel heel erg hoog. No. Het moet helemaal niet zo heel moeilijk zijn, die eerste. Wel genoeg bloedspetters. Volgens mij, waar ik dus hoger ben, dan springen ze dus. Dus goed begrijp. Oh. Dan was ik ook zo dood geweest. Tak, 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 tak. Echt van alles. Al wat ik echt wil horen. Nog helemaal alleen nu. Ik wacht tot hij eigenlijk gaat springen. Ik heb toch wel iets eerder verwacht. Nog een poging. Mwa. Iets wat ik extra entry had expected. Oké.
Oké, even goede concentratie hebben. Dus zo doen. Als ik uit dus te hoog ben, dan springen ze dus. Nummer 1 springt altijd. Nummer 2 springt alleen wanneer ik echt te hoog ben. Nu dus. Die springt dus ook meteen erachteraan. Dus. Oké, de eerste move is dus gewoon attack. Dus even zo'n klein beetje jumpen. En nou gaat hij waarschijnlijk. Ah! Oké, ik dacht. Oh, hij gaat. Uit de grond komen. Dus onder mij uit de grond. Maar dat had ik dus niet zien aankomen. Bijna. Bloop, dead. Uno. Dat is dos. Serieus, ga ik daardoor dood? Two. Just one to go. Dat was gewoon echt bad luck. Komt u maar. Lief. Klein plantje. Oh, ja, nee, ja. Zucht. Ik dat dan weer weten, als je dat gaat doen. Die asociale wormen. Heel toevallig dat hij dus niet dat ging doen. Hij moet eigenlijk nu gaan springen. Echt subliem chill vinden. Zonder dat ik zelf dood zou gaan. Dat zou een hele uitkomst zijn. Dat was hem dus eigenlijk. Kaflatsch. Kaflatschnikov. Wat een second Kaflatschnikov. En kijk, aan dat soort dingen kan ik er zo helemaal niks meer aan veranderen. Zo zijn die nog wel. Eigenlijk heel dicht bij de buurt hier blijven staan. Dus hier ongeveer. Zodat ze daar boven water komen. Of boven de grond. Ham. Dat is hem. Dit, 10 minuutjes.
Level complete. Running. Continue. De ene laatste wereld. Nu wordt het interessant. Nee. The end. Oh, die moet ik ze echt alle 5 halen. De levels lijken me op zich niet echt heel makkelijk. Laat ik die puntjes erachter ook niet aanraken, dus... Oké, maar waar liggen die sleutels dan? Daarachter ligt er dus één. Zou hieronder ook wel eentje liggen? Alleen wat is er open gegaan? Die dus waarschijnlijk. Gewoon iets wat me vrij logisch lijkt. Zoals gewoonlijk is dit niet zo'n heel moeilijk level eigenlijk. Alleen wel uiterst frustrerend. Dus ook allemaal zonder sleutels halen. Dus ik kan me nog herinneren. Een heel vaag ver verleden. Even zien, kan ik hier heel mooi tussendoor. Ja. Level completed. Geen E+. Nou, die kant moet ik zo weer uit om haar te bevrijden. Dan moeten ze dus naar beneden. Naar beneden gaat nog niet zo heel erg ernstig, maar daar kun je naar boven. Vind ik hier ietsjes erger. Naar beneden gaan, dat lukt me op zich nog wel. Niet tegen de muur aanstaan en dan ga je wel. Help. Almost. Jump. Made it. Ja. Oh. Daar. Dat was dus bijna. Weet je, dan moet je de hele route weer terug. En dat vind ik het ergste nog. En je moet alle levels halen in deze wereld. Maar ga ik zeker de volgende aflevering weer verder. Dus laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!